Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aert. Vandaag gaan we de Unie doorsnijden in verschillen van verzameling. Hier in het gaan we geven A en B. A met de getallen 1, 2 en 4 en B met 2, 4 en 6. Ja. We gaan de Unie beschouwen van verzameling. Unie wordt geschreven met een grote U, dus A Unie van B betekent alle getallen die ofwel tot A en B horen. Dus x element van A, oftewel x element van B. Dus de Unie is altijd een of, dus alles van A. Als je goed kijkt naar de verzameling, welke getallen horen tot A of B, zijn getallen, als we schrijven, A unie B, is dus de verzameling van de getallen 1 wordt tot A, 2 wordt tot A, 4 en 6. Dus 1, 2, 4, 6. 4 en 2 komen twee keer voor, hoef je maar één keer te schrijven, kun je twee keer schrijven, maar één keer op, dus 1, 2, 4, 6. Dat is de unie, een of-verhaal. Dus de unie is A unie B, x en van A of x van B. Tweede, doorsnede. Doorsnede een omgekeerde U. Ja, dat betekent zowel dat A of B behoort. Dus x behoort tot x, bijvoorbeeld x behoort tot A en x behoort tot B. Dus de elementen zowel tot A als B behoren. In dit geval hier, A en B gegeven, ja, dan werk je dat 1 behoort tot A maar niet tot B, 2 behoort en 4 behoort wel tot A en B en 6 niet. Dat betekent uw doorsnede, A doorsnede B, is dus, zijn de getallen of de elementen 2 en 4. Waarom 2 en 4? Hoewel tot A en B. 1 hoort alleen tot A, 6 alleen tot B. Dat is de doorsnede, A doorsnede B, een N-verhaal. Volgende verhaal, een verschil van twee verzamelingen, A en B, zijn die punten die wel tot A behoren, maar niet tot B. Dat zijn de x'en. Dus x behoort tot A, maar x behoort niet tot B. Ja, verschil betekent wel tot A behoren, niet tot B. Wat bedoelt, 1 behoort tot A en niet tot B, maar 2 hoort wel tot A en B. Dus de enige punt, element dat in A min B is het getal 1. Dus A min B is 1. Waarom? 1 wordt tot A, maar niet tot B, terwijl 2 en 4 worden A, maar ook tot B worden niet tot het verschil. B min A, het omgekeerde bijvoorbeeld, dat is B min A, de getallen die tot B behoren niet tot A, betekent 2 en 4 horen ook tot A, maar 6 wordt alleen tot B, niet A, dat is dus het getal 6. Ja? Dus dat is het verschil van twee verzamelingen. Nu, die kun je ook voorstellen in een Venn-diagram. Als dit A is, dan B, ja, dan de unie en alle verzamelingen, doorsnede is hetgene wat gemeenschappelijk is. Dus 2 en 4 ligt tussen de twee verzamelingen, dus hier liggen 2 en 4. Dat is dus de A doorsnede B. Ja. Alles samen is A unie B, terwijl dit hier is A min B, wordt het A maar niet tot B. En daar ligt dan het element 6, omdat dit is B min A. En alles bij elkaar is A unie B. Je hebt A unie B, A doorsnede B en A min B en B min A. Ja, waar dit doorsnede, verschil en unie. Nu een paar bijzondere verzamelingen. Je hebt ook de lege verzameling waar niets in zit. A doorsnede de lege verzamelingen is A. Ja, gewoon wordt niets bijgevoegd. A doorsnede de lege verzameling, dat is de lege verzameling. Er is niets dat gemeenschappelijk is aan A en de lege verzameling. Dat betekent A doorsnede de lege verzameling is leeg. Is dus een lege verzameling. Alle elementen bij elkaar noemen we V. Ja? A doorsnede unie V is dan V. Je brengt niks bij. Terwijl A doorsnede V is dan A. Als je A neemt en doorsnede V, krijg je doorsnede. Ah, nu, een paar eigenschappen. Als A doorsnede B leeg is, dan noemen we A en B disjunct. Dat zijn disjuncte verzamelingen. Dus disjuncte verzameling is een verzameling waarvan het doorsnede leeg is. Getekend heb je A en B, en dan A en B, en dan de doorsnede die je hebt, dit is A en B, die doorsnede zal leeg zijn. Dus A doorsnede B is leeg, noemen ze een disjuncte verzameling. Ja? Dus dat zijn de unie doorsnede verschillende verzamelingen, unie, doorsnede, enzovoort. Dus unie van een verzameling, doorsnede van een verzameling, verschillende verzameling, of en verhaal. Denk voor de aandacht de volgende keer.